Meneer Korty. Meneer Witteman. U wilt het hebben over de Perelman Sound. Nou, inderdaad, ja. De Perelman Sound. De Perelman Sound is het geluid van misschien wel de allergrootste nog levende violist. Die nog dus onder ons is. Ook het geluid van de man die deze prijs heeft gewonnen. De Edison Oeuvre Award 2015. Kortom, ik dacht, we moeten dus over dat oeuvre gaan praten. Ja, en moeten we hem ook niet even horen, ja? Nou, misschien wel het meest bekende stukje uit zijn oeuvre. En dat is een stukje filmmuziek. Sietsassist. Ja, misschien wel de allermooiste filmmuziek die er is. Dat is mijn bescheiden mening. Mm. Hij speelt in ieder geval heel erg mooi. 1993, grote hit. Ja, je bent een fan, hoor ik. Ik ben een beetje idolaat. Ja. Volgens mij is het wel de grootste die nog onder ons Waarom? Is. Waarom? Wat is er zo goed aan? Nou ja, die klank. Het is zo'n hele warme, romantische, ik zou haast willen zeggen, romige, vol vette klank. Mm. En ik denk ook dat ik weet wat zijn geheim is. Dat zijn zijn vingers. Hij heeft ontzettend mollige, dikke worstenpootjes. Ja. En het schijnt dus dat je daarmee kun je heel erg lekker vol vibrato maken. En dat is als een soort saus, romige jus over die klank heen. Heb jij dat ook, Mark? Ja, ik heb ook worstvingers. Ja. Ja. En Bach trouwens ook, zag ik net. Ja, en die kon ook heel goed spelen. En die kon een leuk moppie spelen. Ja, maakt dat uit voor piano spelen? Ja, het maakt wel uit. Op hele oude pianos, bijvoorbeeld zo'n Eraar die wij hier een tijd geleden hadden, liggen de toetsen net iets dichter bij elkaar. En dan blijf ik met die worstvinger steken tussen de zwarte toetsen. Kan niet de bedoeling drama. Zijn. Een klein drama. Klein menselijk drama. Goed. Maar dat kan niet de enige reden zijn waarom je een fan bent van Perelman. Nee, ik dacht om jou te overtuigen. Of tenminste, ik weet eigenlijk helemaal niet of je het met me eens bent of niet. Maar ik zal het... Wij zijn het altijd eens. Oké, nou, dan zal ik dat maar niet vragen. Drie redenen waarom Isaac Perelman wat mij betreft een grootheid is. Ten eerste, ondanks zijn dikke vingers, is hij virtuozer dan virtuoos. En hij is ook niet bang om een beetje te krassen en te rammen op zijn viool. Bijvoorbeeld in een stukje Sarasate. Hij durft dat. Ja, fantastisch. Ja, ja. Volgende reden. Klezmer. Dat is? Dat is van oorsprong de Joodse muziek uit Oost-Europa. Nou, Perelman komt uit Israël, is later naar New York verhuisd. En in New York in de jaren 70 en 80 heeft die klezmermuziek een soort nieuwe voedingsbodem gevonden. Heel erg opwindende tijd. Fantastische klezmer revival. En Perelman, die was erbij. Ja, hij houdt van spelen. Hij houdt van spelen. Hij geniet ervan. Ja, nou ja, alles wat hij doet, je ziet hem op elke foto zie je hem lachen. Ja, ja. Kan hij ook iets anders dan viool spelen? Ja, hij kan een klein beetje cello spelen. En, dat vind ik vooral opmerkelijk, hij speelt ook blender. Dat is een voor de goede orde. Nou, dat is een huistuin- en keukenapparaat dat ook als instrument kan dienen. Met een beetje oefening kun je daar bepaalde, ja, of kun je daar muziek uithalen. Perelman die kan dat. Ik zeg er meteen even bij, het is moeilijk te horen. Er zit een bekende melodie in. Dus luister goed, we maken er een kleine prijsvraag van. Okay. Maar eerst Isaac Perelman op de blender. Now, the intonation is not exactly right, but I hope you heard it. Thank you. Ja, ik hoor dat je wat mensen al een beetje zo meeneuren. Ik mag niet meedoen, hè? Je mag niet meedoen, helaas. Ook je hele familie mag niet meedoen, Paul. Want er is een mooie prijs te winnen. Deze fantastische Perelman box is voor één van de inzenders van het goede antwoord. Dus naar ons e-mailadres stuurt u het melodietje dat u net hoorde. En daar trekken we dan een gelukkige winnaar uit. Nou, ik ben benieuwd wie dat gaat winnen. Laten we even terugkomen op de uitzending van vorige week. Ja. Toen heb jij een pleidooi gehouden voor het doen verwijderen van het koord dat staat op het podium van het concertgebouw. Dat akelige rode koord, ja. Je hield niet van dat koord. Je betoogde dat het een afstand schept tussen muziek en publiek. En dat is nou juist wat we tegenwoordig
niet moeten hebben. Je kon reageren op onze website. En wat denk je wat? Nou, ik had eigenlijk verwacht dat het iedereen een beetje koud zou laten dat er zo'n koord hing. Maar het tegendeel is waar. Er is heel veel op gereageerd. Nou zegt ze natuurlijk altijd op televisie dat er heel veel gereageerd wordt. Ja. In dit geval is er echt heel veel gereageerd. Onze webredacteur is de hele week druk geweest met het verwerken van alle reacties. De stemmen zijn geteld. 82% van de mensen die gereageerd hebben op onze uitzending zegt... Weg met dat koord. Dus dat doen ze wel daar bij het Concertgebouw? Nee, ik dacht, nou, victorie. We gaan met al die mensen naar het Concertgebouw dat koord weghalen. Het tegendeel is waar. Een kleine reactie van het Concertgebouw. Ze hebben de discussie met belangstelling gevolgd. Ja, ze hebben een heel diplomatieke reactie van gemaakt. Discussie met belangstelling gevolgd. Maar het koord wordt net als de Gouden Lier op het dak al 127 jaar bij het Concertgebouw. En daar gaan we niets aan veranderen. Net zoals dat je ook niet sleutelt aan de krul of de laklaag van een Stradivarius. Dat is ook een mening. Zullen we dat zo hebben? Ik hou me verder afzijdig. Dankjewel, Floris.